Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie mijn favoriete producten laten zien van juni. Helaas zijn het niet zo heel veel producten. Ik had deze maand meer producten die ik niet fijn vond dan fijn. Helaas heb je soms van die maanden erbij zitten. Maar desondanks zit het bakje nog wel vol met een aantal producten. Dus ik ga je toch even laten zien welke producten ik fijn vond. Dus ben ik benieuwd naar mijn favoriete producten van juni, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een highlighter. Het is de More & Glow Highlighter van Catrice. Dat is deze. Deze is verkrijgbaar in 3 tinten. En ik heb de andere 2 tinten al een keer getest. En deze had ik nog niet geprobeerd. Dit is de kleur 020 Supreme Rose Bean. Ik vind de verpakking heel mooi, ook door middel van het bloemetje wat erop staat. En als je hem dan opent, zie je ook een heel leuk bloemenpatroontje erin geperst staan. Echt super leuk. Het is een geperste highlighter die je kunt opbouwen. Dus het heeft een hele fijne textuur en je kunt hem echt heel mooi opbouwen. Hij heeft een koele ondertoon. Het is echt gewoon een hele fijne highlighter die heel mooi zichtbaar wordt. Ik heb hem hier even geswatcht. Hier lijkt hij niet heel intens, maar op je gezicht heeft hij echt een hele intense glow. Hij is gewoon goed op te bouwen en op een gegeven moment denk je echt van wauw, nu springt de glow er ook wel echt uit. Vind ik zelf altijd wel heel fijn. Het leuke is dus met 3 tinten dat er altijd wel een tint bij zit die bij je gezicht past. Het fijne is, er staan weer testers, dus mocht je interesse hebben in deze highlighter, kun je altijd eventjes uittesten om te kijken welke kleur het beste bij je past. Maar ik ben heel erg tevreden over deze, omdat ik de kleur ook echt fantastisch vind en de textuur heel fijn. Dan heb ik een Ultra Care voetmasker van Essence en dat is deze. In dit voetenmasker zit zeezout, er zit ook chiaboter in, urea en panthenol. Hij belooft om de huid sterker te maken. En hij heeft een leave-on treatment, dus hij trekt gewoon in. Je kunt hem op 2 manieren gebruiken. Je kunt hem namelijk gebruiken door aan te brengen als voetcreme dagelijks met een dun laagje. Maar je kunt ook een dikke laag aanbrengen, daar sok overheen aandoen en daarmee gaan slapen. Hij heeft een vrij normale opening. Hij ruikt echt super lekker. Ja, de geur is echt heerlijk, want ik heb hem dus als voetenmasker echt gebruikt. En dat raad ik niet aan met de warme temperaturen, want dan is het met slapen met sokken echt niet fijn. Maar ik merkte echt de volgende dag dat mijn voeten super zacht aanvoelden. Ik heb echt een beetje lastige voeten, want ik heb last van heel veel eelt. Ze zijn ook vrij droog. En dit voetenmasker maakte mijn voeten echt heel erg lekker zacht. Wat ik jammer vind is dat ze geen sokken hierbij te kopen hebben. Bij het handmasker van Essence heb je van die bijpassende handschoentjes. Ik had het fijn gevonden als ze ook zoiets hadden gemaakt met sokken. Dat vind ik een beetje een gemiste kans, want ik denk ja, weet je, ik heb er nu eigen sokken overheen aangetrokken. Dat werkt prima, maar het zit eigenlijk best wel warm. En die handschoentjes waren heel luchtig. Dus als ze van dat materiaal ook sokken hadden kunnen maken die je erbij kon kopen, was het echt ideaal geweest. Maar het voetmasker is zeker een aanrader als je last hebt van droge voeten. Echt, hij maakt je voeten heerlijk zacht. Echt ideaal. Dan heb ik een Sculpt Massage Brush. En deze heb je wel eens in een van mijn shoplogs voorbij zien komen. Want deze komt gewoon van de Action. Dit is zo'n borstel waarmee je je hoofd kunt masseren. En deze doet de bloedcirculatie eigenlijk stimuleren. Je haargroei wordt erdoor gestimuleerd. En hij maakt tegelijkertijd ook je hoofdhuid wat schoner, je hoofd wordt gescrubt. Nou, dat soort dingen eigenlijk. Je kunt hem gebruiken voor droog en nat haar. Ik heb mezelf op nat haar gebruikt. Die haargroei, dat weet ik niet hoor, dat weet ik allemaal niet. Hij heeft gewoon een hele handige handvat waar je zo je hand omheen kan leggen. En dan heeft hij eigenlijk van die siliconen pins erin zitten. Dus het is gewoon heel lekker om dit zo te doen. Je kunt er ook heel fijn
bijvoorbeeld je shampoo mee inmasseren. Het voelt echt heel lekker aan. Ik heb hem zelf niet onder de douche gebruikt. Ik heb hem gewoon gebruikt nadat ik me had gedoucht, zeg maar, mijn haar nat was. En dan voelt het echt heel lekker om even zo door je haar te gaan. Op droog haar kan het op zich ook wel. Ik voel de pins nu heel goed, maar ik vind het op nat haar toch lekkerder, merk ik. Ik vond het gevoel heel lekker. Ik had echt het idee dat mijn hoofdhuid gewoon eventjes een soort van gemasseerd werd. Vond ik echt heel erg lekker. Dus ik vond het echt een hele fijne borstel. Helemaal omdat ik nog geen ervaring had met dit soort borstels. Maar het geeft gewoon een heerlijk gevoel op je huid. Omdat ook de pinnen heel zacht zijn. Dat is deze. Ik weet eigenlijk niet of Action hem nog heeft. Maar als je daar benieuwd naar bent, zou je daar naar kunnen kijken. Even kijken hoor. Dan heb ik van Catrice een Ultimate Camouflage Cream. En dat is deze. Deze heb ik in de kleur 010 en Ivory. Dit is een concealer in crème vorm. En heeft een full coverage, staat er. Hij komt dus in een doosje. Die ziet er dus zo uit verder. Het is echt, deze kleur was echt perfect voor mij. Het is wel wat stugger om aan te brengen, maar ik merk wel dat de dekking heel mooi is. Ik heb hem even op mijn hand geswatcht, zodat je hem kan zien. Ik merkte vooral dat het ook echt... ik had hem onder mijn ogen aangebracht en daar merkte ik ook echt dat je echt een opener blik kreeg met deze concealer. Vooral omdat hij ook echt heel goed wallen en zo camoufleert. Het kost wel iets meer moeite om dit aan te brengen. Omdat je echt wel wat meer moet blenden. Omdat het niet zo makkelijk in de huid trekt. Maar ik vond het resultaat echt heel mooi. Want je ziet echt wel dat het veel lichter wordt. Dat het echt wel dingen verdoezelt. En dat vond ik echt wel heel erg mooi. Dus daarom vond ik deze ook echt een aanrader. Ik heb het al wel eens eerder geprobeerd. Maar dat was nog een oude versie. En dit is dan weer een nieuwe versie. Dus ja, deze vind ik echt heel fijn. Dan heb ik van Essence een Fresh & Fit Vitamin Bomb Face Serum. Dat is deze. Hier zit niacinamide in en B5. En deze belooft te hydrateren en je huid ook smoothing te maken, dus gladder. Deze komt eigenlijk met een pipetje. Dus heel simpel. Eigenlijk ook echt een soort melkachtige substantie is het. Ik kan hem wel even zwartje voor jullie, maar je ziet er niet zo heel veel van. Hij is verder gewoon geurloos. Hij ziet er zo uit. Maar ik vond hem echt heel erg lekker aanvoelen op de huid. Ik had echt het idee van, oh, mijn huid krijgt nu een soort van boost, zeg maar. Het voelde gewoon heel fijn aan. Het trekt heel snel in. Het brengt ook heel makkelijk aan. En... ja, werd mijn huid er echt per definitie gladder van? Nee, dat niet. Maar je ziet wel echt dat het wat voor je huid doet, doordat je echt gewoon gehydrateerd wordt. Ik merkte ook echt dat de hydratatie heel goed was. Want ja, je merkte gewoon echt dat het gewoon goed ook introk in de huid. En dat het echt gewoon, ja, dat je huid gewoon heel fris aanvoelde, voor mijn gevoel. Dus daarom vond ik deze ook wel echt heel erg fijn. Ik ben niet zo heel fan van die pipetjes, omdat ik het fijner vind als iets in een pompje zit. Maar op zich is het prima aan te brengen als je er even naar kijkt. En het is echt een hele fijne heel fijn gezichtsserum. Dus die kun je dagelijks gebruiken ook trouwens. Gewoon ook zeg maar nadat je je dagcreme hebt aangebracht, mocht je die gebruiken, kun je dit aanbrengen en even lekker laten intrekken. Dan heb ik van Catrice hier een lip super serum. Hier zit apricot en kelnerolie in. Dat is deze. Dit serum voelde echt heel fijn aan op mijn lippen. Ik heb deze gebruikt toen ik ging slapen. Hij belooft zachte en gladde lippen. Deze heeft trouwens de naam 010 Wonder Woman gekregen. Ik heb deze aangebracht voor ik ging slapen en ik merkte gewoon echt dat hij heel lekker introk. En de volgende dag heb je gewoon eigenlijk hele zachte lippen. Ik vind het kwastje ook heel fijn. Hij ruikt ook heel lekker, maar hij heeft dus echt zo'n kwastje waardoor je dus heel fijn je lippen echt goed kunt insmeren. Hij is verder gewoon transparant. Maar het is echt een heel fijn serum die je lippen echt heel erg... lekker zacht maakt. En je kunt hem natuurlijk ook overdag gebruiken. Maar ik vind dit soort producten heel fijn in de nacht. Omdat ik dan de volgende dag gewoon weer lekker iets op mijn lippen kan doen. Van een lipstick of een lipgloss.
En ik vind het fijn in de nacht, kan hij echt lekker heel goed en lang intrekken. Heel fijn serum dus. Dan heb ik een mascara van Essence en dat is de Lash Princess. En dit is de Curl and Volume mascara. Deze heeft altijd van die leuke verpakkingen. Ze hebben hier al heel veel soorten van. Maar ik vind het altijd heel tof dat ze hun eigen kleuren hebben. En ik vind het soort van 3D effect heel leuk op de huls. Deze mascara belooft dus dat je een krul krijgt en volume. En ik zag echt wel dat mijn wimpers hier volume van kregen. Het borsteltje vind ik ook heel fijn. Ik hou van dit soort borsteltjes. Ja, ik vond gewoon het resultaat heel mooi. Mijn wimpers zagen er echt veel voller uit nadat ik deze mascara had gebruikt. Ik ben sowieso veel van de Lash Princess mascara's. Maar deze vond ik ook echt gewoon super fijn, omdat ik gewoon echt veel verschil zag. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk. Dus deze is ook zeker een aanradertje. Dan heb ik een poeder van Rimmel. Dit is van de Kind & Free lijn. En deze lijn, die is dus vegan en ook niet getest op dieren. En dat vind ik echt ideaal. Ik heb dus deze poeder. De verpakkingen zijn dus ook blauw. Dit is de kleur 010 Fair. Deze belooft een healthy look. Het is een geperste poeder. En hij is dus compleet vegan, wat dus heel fijn is. Ik vind de verpakking niet heel handig, want hij gaat dus zo open. Hou ik niet zo van. Je krijgt er een sponsje bij. Deze heb ik zelf overigens niet gebruikt. Ik gebruik altijd liever mijn kwast, maar die krijg je er dus wel bij. Dan is dit de poeder. Een hele fijne poeder. Verder ook geurloos. Wel een lekkere grote pen waar je gewoon lekker in kunt dippen. Dus dat is echt heel fijn. Ja, hij ziet er verder zo uit. Je ziet hem niet heel goed terugkomen op mijn hand. Omdat hij eigenlijk gewoon heel licht is. Maar deze past wel echt heel goed bij mijn gezichtskleur. Ja, een hele fijne poeder. Die eigenlijk prima mijn gezicht afpoedert. En eigenlijk gewoon doet wat hij belooft. Mijn gezicht wordt goed afgepoederd. Mijn make-up blijft ook goed zitten. Dus echt een hele fijne poeder. En ik vind het gewoon heel fijn dat Rimmel nu ook een lijn heeft. Die dus ook vegan is en niet getest op dieren. Dus dat is echt top. Dan ga ik door naar een trendeditie van Essence. Hier ga ik overigens niet te lang bij stilstaan. Want ik heb hier een uitgebreide video over gemaakt. Mocht je deze video gemist hebben of gewoon nog even willen bekijken, ik zal de link even in de beschrijving zetten. Dit is namelijk de Jurassic World collectie, die dus is gemaakt naar aanleiding van de nieuwe film die sinds begin juni draait. En ik heb hier allereerst een highlighter. Ik vind het echt heel leuk hoe alles is vormgegeven, de verpakkingen. Deze heeft de naam 01 Extra Crispy gekregen. Is er dus echt een hele mooie highlighter als ik de doosje open krijg. Ja, er staat ook een hele leuke tekst in. Hele mooie highlighter, heeft wat opbouw nodig, maar je ziet hem daarna echt wel heel goed terugkomen. Ik heb hem hier toch nog even geswatcht. Het is wel een beetje een gouden tint, dus je moet kijken of het bij je huid past. Maar ik vond het wel een hele mooie highlighter. Als je hem opbouwt, zie je hem heel mooi terugkomen. Niet een overdreven glow, maar gewoon eigenlijk prima. Daar is ook een oogschaduwpalette van. Dan zal ik ook nog even een paar kleuren van swatchen. Ik vond hem overigens heel erg mooi. In een paar staan twee dino-pootjes gedrukt. Ik miste wel een beetje het spiegeltje, maar dat heb ik ook in de video uitgelegd dat ik die wel een beetje miste. Ik pak gewoon nog even 3-4 kleurtjes op voor jullie, zodat je even nog een idee hebt van wat is de pigmentatie. Nou, die zag er dus zo uit. Goed op te bouwen, prima in te blenden. Het leuke is, er zitten matte kleuren in, maar ook een paar shimmer kleuren. Dus ik vond het zelf een heel leuk paletje, maar het moeten kleuren zijn waar je van houdt en die bij je passen natuurlijk. Het palet heeft overigens de naam 01 Have a Raw Sun Day gekregen. Dan hadden we ook een mascara. Dit was de I Love Extreme Limited Crazy Volume Mascara. Deze zit dus in het standaard assortiment, maar is dus limited vanwege de gouden huls en het dinootje wat hierop staat. Ja, deze mascara vond ik top, ondanks dat het borsteltje niet echt mijn ding was.
vond ik hem heel mooi. Ik vond dat hij mijn wimpers heel mooi separeerde, maar ook gewoon echt... het volume zag ik ook echt wel een beetje terug. Het was niet een X echt dat je dacht van wow, wat een volume. Maar het zag er op zich eigenlijk best wel heel erg mooi uit. Dus ja, hier was ik ook wel heel tevreden over. En het laatste product uit die collectie, dat was de PH Reacting Lip Glow. Dit is zo'n product die zich dus aanpast naar de pH-waarde van je lippen. Het leuke was, hij was oranje, maar toen ik hem ging swatchen, was hij dus roze. Ik had verwacht dat we een oranje kleur gingen krijgen. Ja, de pH-waarde in mijn lippen is gewoon vrij hoog. Dus de kleur komt bij mij altijd heel mooi tot uiting en dat vond ik echt wel heel fijn. Deze heeft de kleur 01 Run gekregen. Ik vond het zelf een hele fijne lipglow ook, die fijn op de lippen aanvoelde en goed bleef zitten. Ik weet niet of deze collectie nog in de winkels ligt, maar ik weet wel dat die online nog steeds te koop is. Dus mocht je daar nog interesse in hebben en ze hebben hem in de winkel niet meer, kun je altijd even online kijken. Als je het googelt, krijg je al heel veel resultaten waar ze verkrijgbaar zijn. Dus dat is ook heel fijn. Dan zijn we ook alweer toe aan het laatste product. En dat is een oogschaduwpaletten van de Action. Het is het 508 Vintage Fire paletten. En dit zijn dus deze oogschaduwpaletten. Die heb je ook wel vaker voorbij zien kunnen komen. We hebben gewoon een basic zwarte verpakking. En op de achterkant staan dan de kleuren vermeld met extra informatie. Heel fijn paletten. Er zitten 12 kleuren in. Je krijgt er ook een applicator bij. Ik gebruik deze persoonlijk nooit. Het zijn van die dubbelzijdige sponsapplicators. Vind ik zelf niet de fijnste applicators die er zijn. Maar als je net met make-up begint, is het ideaal. Hele leuke paletten. De kleuren zijn niet heel uniek, moet ik zeggen. Want het zijn wel kleuren die je vaak ziet terugkomen. Maar ik vond ze zelf wel heel erg tof. Ze brachten mooi aan. Ik heb er zeker al mooie ooglooks mee kunnen maken. Ik ga ze even weer een paar swatchen. Kijk, dit is de pigmentatie. En ik zie gewoon echt dat de producten van de Action gewoon zoveel beter zijn dan een aantal jaar terug. De pigmentatie is gewoon heel erg goed. En ik had al meerdere van deze paletten getest. En ja, ik vind ze gewoon echt heel erg fijn. Dus ook echt een heel fijn oogschaduwpalet. Hij is er dus in meerdere tinten. Deze is nog steeds te koop bij de Action. Ik weet niet per se deze kleur, maar ze hebben de paletten dus nog wel steeds. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, ook zeker als je misschien net begint met make-up en niet zoveel geld eraan wilt besteden, kijk zeker even bij de make-up van de Action, want die zijn echt ook wel aan te raden. En ook de paletten. Ik denk dat die ja, misschien nog geen 2 euro kost. En je hebt eigenlijk een prima paletten waar je eigenlijk al heel veel kleuren in hebt, waar je prima mee de voeten uit kan om ooglooks mee te maken. Dus zeker een aanradertje. Nou, dan waren dit alweer mijn favoriete producten van juni. Het was inderdaad niet zo heel erg veel. Ik weet dat zelf dan van tevoren ook niet. Dan pak ik het pakje weer bij en dan kijk ik erin en dan denk ik, oh ja, ik zat er helemaal niet zo heel veel in. Ja, ik ben er helemaal aan bezig met het testen van producten. Als een product fijn is, gaat hij naar het bakje van fijn. Of vind ik een product niet fijn, gaat hij naar het bakje van niet fijn. En dan weet je soms niet meer precies wat erin zit. Voor mij ook altijd weer een grote verrassing. Ik ben in ieder geval heel blij met deze producten. Ik ga ze lekker in mijn stash opbergen en ga ze weer lekker veel gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al eens een van deze producten hebben getest. Of dat je naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar producten. Laat het zeker even weten in de comments. Vind ik altijd wel leuk om te lezen. Ja, misschien denk je van nou, ik vind deze producten helemaal niet fijn lijken. Of heb je misschien als een van deze producten getest en ben je het met mij eens of totaal niet? Vind ik ook leuk om te horen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf door op de rode abonneerknop te drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!